Welkom bij de Customer Engagement Podcast. Mijn naam is Levi en samen met onze partner Frank Watching brengen we jou de mooiste gesprekken met de meest vooruitstrevende klantcontactprofessionals van Nederland. Ontdek hun geheimen en leer hoe je elke dag de optimale combinatie maakt tussen data, processen, mensen en technologie. Mijn naam is Ruben Leumenstein, manager Customer Care bij Samsung Electronics Benelux, inmiddels sinds januari 2014, dus dat is al best een tijd. En dan wil je natuurlijk ook weten, ja, maar waarom doe ik wat ik doe? En ik moet daar langer over nadenken, en het is een podcast, dus ik heb vast wel wat ruimte. Ik kom uit een familie van ondernemers, mijn ouders hadden altijd een meubelzaak. En op mijn 12e verkocht ik mijn eerste bankstel en toen werd ik gegrepen door klanten. Dat ik daar wel erg blij van werd. Dus ik heb de middelbare detailhandelschool gedaan en daarna ben ik facilitaire dienstverlening gaan doen, maar met afstudeerrichting consumentenzaken. En dat was toen, in die tijd, was dat de richting, dat stond eigenlijk de intermediaire rol tussen klant en organisatie. En daarmee roep ik eigenlijk altijd dat ik een van de weinige mensen ben die ook oprecht gestudeerd heeft voor hetgene wat hij aan het doen is nu. Dat is niet helemaal waar. Een collega van mij die zit bij DHL en die heeft dezelfde studie gedaan. Dus kennelijk is het een studie die past bij wat wij nu doen. Maar ik vind het oprecht leuk om mensen blij te maken. En mijn middel daarbij is dus geworden dat ik me bezighoud met klanttevredenheid. Oké. Dus als we het hebben over customer engagement, de titel van deze podcast. Mm-hmm. Dan is het verhaal wat je net vertelde, jouw samenvatting van wat customer engagement is? Nou, customer engagement voor mij is zorgen dat je, het is ook het eerste containerbegrip wat we vanmiddag gaan roepen. Het gaat er natuurlijk om dat klanten een gevoel en emotie krijgen bij jouw merk. En natuurlijk gaan ze dan meer kopen of positiever over je praten en noem het maar op. Maar die klik, dat is net als in een relatie. Je moet iets doen met mensen onderling, waardoor er verbondenheid ontstaat. En met een brand is dat altijd moeilijker, of misschien wel makkelijker, net hoe je het bekijkt. Omdat het is one to many. Dus je kan het nooit voor iedereen goed doen. Nee. Dat zou wat zijn als ze zeggen. Dus ja. Daar gaan we wat dieper vandaag op in. We gaan het hebben over, we hebben het in het voorgesprek hebben het gehad over de secret sauce van, van Samsung. We gaan het mysterie ontrafelen. Maar we gaan er ook niet al te gek over doen. Want uiteindelijk is klanten blij maken volgens mij hetgeen waar menig klantcontactprofessional zich op richt. Ja. Er zijn meerdere manieren waarop je dat kan doen. Afhankelijk van de context, afhankelijk van het kanaal of het type organisatie waar je in werkt. Dus ik hoop dat we vandaag wat los kunnen peuteren, ja, bij jou. Waar andere professionals zoiets van hebben van, hey, hier kan ik iets mee. Ik wil het hebben over waar je tegenaan loopt, wat je nu doet, hoe jij de toekomst ziet. Dus deel wat je wilt delen en dan blijf ik gewoon, ja, prikken. Ja. Een beetje kaders te scheppen. Wat doe jij in een gemiddelde week? Wat doe ik in een gemiddelde week? Ja, ik heb ook heel veel zaken in mijn agenda staan waarvan iedereen denkt, oh, dat is minder leuk. Nee, wat doe ik in een gemiddelde week? Ik ben heel veel bezig met opvolgen en zaken uitzetten. Elke dag om 9 uur, zeker in coronatijd. We beginnen van 9 tot 10 om gewoon even te kijken, wat is er gisteren gebeurd? Wat kunnen we daarvan leren? Waar moeten we op voorsorteren vandaag? Verwachten we verrassingen, nou ja, deze dag en misschien deze week? Een customer care team bedoel je dan? Ja. Een beetje facts, hoeveel mensen? Ja, dat zijn 5 mensen. En wij besteden natuurlijk heel veel uit ook. Okay. En dan nemen we eigenlijk de dag door vanuit het Samsung-perspectief. Ja. We hebben ook heel veel dingen uitbesteed. Dus om 11 uur doen we eigenlijk een call voor een half uur met onze vendor. En daar gaan we echt door de KPI's heen. Oké, maar wat is de performance geweest gisteren? Daar zit ook een stuk in met de to-do-listjes. Dus als we dan over innovatieve projecten hebben, dan hebben we daar ook de updates voor de zaken die die dag hadden moeten gebeuren. Dan heb ik een weekly meeting, die duurt langer. Daar pakken we de hele week van daarvoor. Daar zitten de updates ook echt in. Oké, waar staan we met de dingen die we belangrijk vonden? En daarnaast heb je je meetings op je projecten waarvan je zegt, we zijn bezig met X of we zijn bezig met Y. Wat doet de chatbot performance? Dus ik heb een chatbot performance meeting elke week. Maar dat heb ik ook voor mijn artificial intelligence. Dat hebben we eigenlijk voor alle zaken waar we mee bezig zijn. Daar ben ik heel voorzichtig bezig, want ik mag natuurlijk niet te veel zeggen over de dingen waar we mee bezig zijn. Ik heb een speechboard waarin ik word bijgepraat wat daar allemaal gebeurt. Dus eigenlijk bestaat het voor een deel uit business as usual runnen. Een deel uit ad hoc dingen, maar wat gebeurt er vandaag en waarmee moeten we bezig zijn. Een deel rapportages, dus gewoon ook mijn stuk rapporteren naar topmanagement. En dan hebben we nog een deel innovatie over. En de volgorde in dat verhaal is eigenlijk business as usual. En als er wat overblijft, dan pak je innovatie. Ja. Dat is wat ik wel vaker zeg.
Je moet je basics moeten op orde zijn, want anders verlies je innovatie. Dat is gewoon waar. Als mijn rapportages aangeven dat mijn standaard operatie niet werkt, ja, dan hou ik die week heel weinig ruimte over voor innovatie, omdat dan de ad hoc acties mijn week overnemen. Oké. Okay. Hey, dat is mooi, volgens mij een mooie inhoudsopgave om die verschillende invalshoeken te zien. De basis op orde, ja, ik kan dat niet genoeg onderschrijven, want dat is wel gewoon de realiteit waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Hè? Het balletje rolt door, klanten blijven vragen. Als je kijkt naar de basis zoals jij die schetst van Customer Care, waaruit bestaat dat? Wat voor kanalen bieden jullie service? Ja, wij hebben Call en Digital. Dat zijn mijn twee grote hoofdgroepen. Binnen Digital hebben we messaging, WhatsApp en Instagram DM. Maar bijvoorbeeld ook het hele webcare team. Dus Twitter, Facebook. De public messages, die pakken wij ook. Er zit nog een deel bij wat wij noemen product liability, voice of the customer. Dus mochten er dingen misgaan, dan hebben we nog een second line team zitten. Een deel van de dealercontacten, de ondersteuning van de dealers om hun consumenten beter te helpen. Dat gebeurt ook binnen het contactcenter. Dus dat zijn eigenlijk de lijnen die we hebben. En dan inderdaad altijd voice en digital. Wij zijn al een aantal jaren geleden gestopt met e-mail. Ik wou net zeggen, ik miste hem al. Die hebben we niet meer. Nee, omdat we merkten, en ik blijf dat verhaal vertellen, want heel veel mensen willen het, maar durven het niet. E-mail is een kanaal wat zich heel goed leent om correspondentie te vervangen. Dus de ouderwetse brieven en faxen. Maar die komen niet meer binnen. Dus je merkt dat als het formeler wordt, als het juridischer wordt, wat wij noemen de juridisering van een case, dan gebeurt dat binnen dat voice of the customer team. En die hebben nog wel mailcontact. Dus ik sluit het niet uit. Maar het is geen primair first line kanaal meer. Omdat we merkten dat zeker de andere kanalen met de mobiele devices waar iedereen tegenwoordig mee rondloopt, en wij weten natuurlijk precies hoeveel dat er zijn, is het gewoon sneller om het met WhatsApp te doen. Het is sneller om het met messaging te doen. Daarnaast heb je veel meer rijke elementen. Als je bijvoorbeeld messaging pakt, daar zitten carousels in. Daar kun je API's maken met databases. Dus het antwoord kan gewoon veel sneller bij die klant zijn. En dat heb je met e-mail niet. Is dat ook zo? Is dat een verwachting? Want dat wordt vaak geschetst. Dan wel door de platformen zelf die het aanbieden. Hè? Dus ja, wij doen dat. Om een voorbeeld te geven. Als je een vraag hebt over je deelname aan een promotie, dan maakt de chatbot verbinding via een API met een database. En kunnen we jou de status doorgeven. Ja. Omdat die verbinding er gewoon is. Ik kan dat niet in mail. Wij hebben jaren geleden toen allerlei mails bekeken en ook gezien dat in 80% van de e-mails we eindigden met ja, maar bel ons even, want dan kunnen we u beter helpen. Daarvoor hadden we al 5 of 6 keer heen en weer gepingpongd. Dat doe ik liever op WhatsApp, gewoon real-time, binnen een paar minuten, dan dat daar een dag tussen zit. Want een e-mail is toch geacht je heer mevrouw, er zit een bepaalde standaardopening in, een bepaalde afsluiting, je gaat met templates werken. En het is eigenlijk gewoon een chat. Ik geef altijd het voorbeeld van... Over een langere tijd dan. Is dat dan ook gewoon het voordeel van een messaging kanaal? Dat het asynchroon is, dat het anytime, anywhere. Het is veel dienstbaarder voor de klant, is mijn ervaring. Het is veel meer customer in control. En je e-mail is zeker binnen klantcontact, en dat zullen mensen herkennen, e-mail is een downtime kanaal. Dus op het moment dat ik geen verkeer heb op mijn andere kanalen, dan schakel ik over naar e-mail, dan hou ik iedereen zo productief mogelijk. Uit financieel oogpunt snap ik die. Maar vanuit klantsperspectief is het natuurlijk nooit een goed antwoord. Goeie. Als je dan kijkt naar, want je hebt het ook over social public, heb je het. Je pakt eigenlijk alle kanalen daarin. 2011 was volgens mij het jaar dat ik mijn carrière begon binnen deze wonderlijke wereld van digitale service. Dat ging alleen maar over het publieke gesprek, de publieke opinie beïnvloeden, reputatiemanagement. Sindsdien zien we eigenlijk een verschuiving naar veel meer de 1-op-1 kanalen. Dus een WhatsApp voor business, een Messenger. Iets minder hier in Nederland op het gebied van Apple Business Chat en Google Business Messages en whatever. Maar nog niet. Zie je dat dan? Zou je kunnen zeggen daarmee dat business messaging de primaire manier wordt waarop consumenten met organisaties gaan converseren? Ik ga je vraag met een heel verhaal beantwoorden, denk ik. Waar het om gaat, in mijn optiek, is de customer effort score. En dat betekent hoe moeilijk of makkelijk maak je het een klant om zo'n probleem op te lossen. En daarin zijn verschillende kanalen nuttig of juist nutteloos.
Je moet altijd zo zien dat je hebt een probleem of een intentie als klant en die wil je opgelost hebben. En die kan verschillend zijn. En ik geef wel een voorbeeld, en dit is niet van mij, dit is van Gartner. Als je boos bent, wil je ventileren. Ventileren doe je niet via e-mail. Wel, het wordt een heel lang verhaal, formeel verhaal, maar dat doe je telefonisch. Dan moet iemand tegen jou zeggen, joh, Levi, ik snap dat het vervelend is. Ik ga voor je aan de gang, maar sorry daarvoor. Dus de tone of voice is extreem belangrijk. Wil jij gewoon weten wat je status is van een promotie bijvoorbeeld, dan wil je gewoon snel antwoord. Dat kan een botje doen en dat kan via een digitaal kanaal. En er zit van alles en nog wat zit daartussen. En je merkt dat op digitale kanalen kun je bepaalde dingen versnellen. Ik ben nu 24/7 open met call, maar ik was dat al met mijn bot, want dat ging sneller. En die kan ik gewoon aan laten staan. Verbindingen, die bot kan heel veel dingen vinden die een medewerker ook kan vinden. Maar een bot kan het sneller vinden. Dus je kan heel veel dingen meer op digitale kanalen voor je klant. En daarnaast op de achtergrond kun je ook slimmigheidjes inbouwen in digital. Dat gaat sneller. Het implementeren van AI is mij nog steeds niet gelukt op voice. Terwijl we heel ver zijn als het gaat om digital. Ik kan daar lagen toevoegen, om maar zo te zeggen. En daar heeft een klant voordeel bij. Als je kijkt naar de vraag of eigenlijk de stelling, hè? Dus business messaging wordt de primaire wijze. Dat is niet een eenduidig gegeven voor klantcontact algemeen. Je praat nu tegen iemand die in 2000 begonnen is. Ja, daarom. En daarom stel ik ook de vraag aan jou, zeg maar. Nee, ik ben begonnen dat ik echt heel jong was nog. En toen zeiden mensen ook, over 5 tot 10 jaar hebben we geen telefoons meer. Doen we alles digitaal. En het was de tijd van de eerste website. Mijn carrière is ooit begonnen bij Vroom en Dreesman. En dat was letterlijk dat ze een website, ik kan het nu zeggen, want ze bestaan niet meer, maar ze hebben toen een website gelanceerd. Alles erop en eraan, helemaal fantastisch. En dat er iemand in een van de laatste meetings zei, ja, maar er moet toch ook e-mail binnenkomen, want je moet toch klantcontact hebben? Dat letterlijk een projectleider zei, klantcontact? Hoezo? We hebben nu toch een website? Ja, maar daar zit altijd een deurtje in voor klanten die vragen hebben die niet op je website staan. Ja, dus dat is de tijd waarin we begonnen. En toen is mijn carrière begonnen bij Vroom en Dreesman. Bij het opzetten van, nou, hoe doen we dat dan? Ja, dus het is leuk dat ik nu e-mail uitgeforceerd heb. Terwijl mijn carrière ooit begonnen is met het opzetten van het e-mailkanaal. En in die tijd werd ook al gezegd, nou, we gaan naar e-mail en we gaan naar FAQ's op websites. En niemand gaat ons meer bellen. Nou, het volume is door het dak gegaan in de branche als geheel. Mensen zijn juist meer gaan bellen dan daarvoor. Het is altijd, en sorry voor de CFO, het is altijd additioneel geweest. In mijn ervaring, in mijn wereld. Er komen kanalen bij. En die kan je zo efficiënt mogelijk maken, waardoor je voorkomt dat je volume nog verder doorstijgt. Dat is helemaal waar. Maar de afname in de andere kanalen is minimaal. Of je moet ze stoppen. Zoals met e-mail, ja, dat volume is weg. Ik spreek veel professionals eigenlijk in de sector die ook wel die uitdaging zien. Enerzijds groeiende volumes, steeds meer kanalen die erbij komen. Waarbij efficiëntie, het zo snel en zo goedkoop mogelijk afhandelen van een verzoek, soms wel haak staat op, je wil de klanten zo rijk mogelijke ervaring bieden. Ja. Is dat de tegenstelling die de komende jaren steeds meer naar voren zal komen? Ja, ik denk dat het zal een tegenstelling zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. En het is absoluut een strategische keuze. En wij als Samsung hebben nu gezegd, joh, kom maar. Want je koopt een product van ons en we willen dat je dat product zo goed mogelijk kan gebruiken. Dus als er iets mee is, ja, feel free, kom onze kant op. Want dan gaan wij je uitleggen hoe je nog meer uit je apparaat kan halen. Hoe het nog meer kan bijdragen aan je leven. Dat kost geld, dat klopt. Maar is dat dan stap je eigenlijk af van de primaire of de traditionele servicegedachte toch bijna? Maar is het dan nog wel echt, dan is het bijna service plus. Maar het is leuk dat we bij Frankwatching zitten nu. Ik denk ook dat je moet het gedachtegang loslaten dat je een kostcenter hebt aan de ene kant wat je klantcontact noemt. En dat je een marketingapparaat hebt waarvan je zegt, ja, maar daar halen we klanten mee binnen. Het is integraal aan elkaar verbonden. Het is namelijk dezelfde klant. Je haalt hem binnen via je marketing en je houdt hem door je klantcontact. Ik heb laatst een hele mooie, en dan zou ik mijn telefoon moeten pakken om echt op te zoeken. Maar het is het verschil tussen iemand op een date vragen en iemand ja laten zeggen. Ja, dus marketing is iemand op een date vragen. Je branding is de reden dat ze ja zeggen. En customer care zorgt ervoor dat het niet maar één date is.
En dat is een beetje de parallel die je aan het maken bent. En het hoort dus bij elkaar. Je marketing moet kloppen, je branding moet kloppen en je customer experience moet kloppen. En erbij, ik vind het prima als mensen op het terras zeggen, ja, ik heb een ervaring met Samsung en er zat een hikje in. Maar daarna was het wel fantastisch. Mensen maken fouten. Dingen gaan nou eenmaal zo. Je hebt altijd dingen die anders lopen dan je verwacht had. Maar wat doe je dan mee? Maar snap je dat je daarmee als Samsung zijnde, maar ook als de kijk die jij als professional hebt, dat je daarmee voorloopt op menige organisatie vandaag de dag, hè, dan krijg je even een veer. Ja, gelukkig is dat niet zo. Er zijn heel veel bedrijven die zijn hier ook al mee bezig. Er zijn er alleen nog ook te veel die dat gewoon nog helemaal niet zien. Ik denk dat klantcontact op zijn minst net zoveel waarde heeft als een abri of een bushalte. Zeker weten. Ik denk dat onderscheidend vermogen misschien zelfs wel. Dus dat uiteindelijk meer, hè, dus waar je gaat van efficiency naar veel meer die algehele ervaring die een klant heeft met jouw organisatie, is de impact daarvan op inderdaad loyaliteit, maar ook op je businessmodel vele malen groter dan dat inderdaad een eenmalige advertentie aan de voorkant te hebben. Ik ben het helemaal met je eens. Ik volg de lijn dat het een geheel moet zijn. Die efficiency zit er ook in, hè, maar je benadert het anders. Dus tuurlijk, kom onze kant op. Hè. Feel free, dat moet je juist doen. Want ik heb liever dat je ons belt en dan 100.000% gelukkig bent met het apparaat wat je in huis hebt, dan dat je aarzelt om ons te bellen en maar voor 90% tevreden bent. Hè. Daar zit nog meer in. Maar die kanalen, die klanten die binnenkomen, ja, die behandelen we wel zo efficiënt mogelijk. Maar een klant die een kwartier nodig heeft, heeft een kwartier nodig. Hè, wij hebben een tool waarmee we je mobiel kunnen overnemen. Kunnen we een beetje meekijken. We hebben een tool waarbij je televisie kunnen overnemen. Dan zit jij voor je televisie en wij gaan softwarematig aan je tv sleutelen terwijl je ernaar kijkt. Ja, die gesprekken duren geen 5 minuten, die duren langer. Maar die klant heeft dat nodig. Dat krijg je van ons. Aan de andere kant heb ik gesprekken waarvan ik zeg, ja, maar dat kan in 2 keer een post heen en weer. Dan doen we dat. Kan het met een bot, dan doen we het met een bot. Ja. Nee, dus je zoekt die efficiëntie wel op, maar ook weer gekoppeld aan, oké, maar wat is de klantvraag? Ja. Wat is het doel van de klant en wat draagt datgene wat ik doe bij? Als je hier als professional mee van start gaat, of je zit hier middenin, hè, want dit raakt je mensen, je klanten, maar ook je medewerkers. Ja. Hoe je ze werft, hoe je ze traint, hoe je ze opleidt, hoe je ze blij houdt. Het raakt interne processen. Je moet vrienden zijn met marketing. Het raakt techniek. Wat maakt dan dat zeg maar, of laat ik het zo anders zeggen, die ingrediënten bij elkaar is eigenlijk de secret sauce die je nodig hebt om er overheen te gieten en een geheel te maken. Ja, de secret sauce voor mij, en het klinkt, als het over, nou nogmaals, er zijn een aantal kreten die moet je altijd concretiseren. Dit is er één van. De grap is, het begint voor mij bij mensen. Wat voor team heb je zitten? En hoe werken die met elkaar samen? En wat voor cultuur heb je samen neergezet? En mensen voor mij is niet alleen Samsung mensen. Dat zijn ook alle mensen waarmee wij samenwerken. Flexibele schil. En daar moet een bepaalde vibe in zitten. Daar moet een bepaald DNA in zitten. Want processen kan je uittekenen. Weet je, iedereen kan een swimlane maken. En dan ga je daar maar lang over nadenken en lang houden. Heb je proces, heb je strak. Iedereen kan software inkopen. En zeker nu als alles uit de cloud komt. Appeltje uit, je hebt morgen software draaien. Maar wat doe je ermee? En wat voor cultuur zet je neer? En wat voor governance bouw je eromheen? En heel platgeslagen, want jouw volgende vraag gaat vast zijn. Ja, maar wat bedoel je dan precies? Het moet leuk zijn. En mensen die het leuk hebben met elkaar, daar komt de magie uit vandaan. En nou, ik had meer een stelling op dat vlak. Ik las de laatste onderzoek van Gartner dat de professional van 5 jaar geleden die klantcontact deed, wereld van verschil is ten opzichte van wat we nu nodig hebben, hè? Zeker ook met de komst van dat simpele vragen veel meer geautomatiseerd worden. Je neemt gesprekken over, hè? Dus je komt ergens middenin. Je moet direct de context snappen. Ja. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld een stukje advies afhankelijk van een hele specifieke wens begrijpen. Ten opzichte van, oké, het product doet het niet, wat moet ik nu doen, zeg maar. Ja. Dat betekent iets voor je werving. Ik las dat voorheen hadden we servicemedewerkers die heel erg vanuit empathie werkten. Ik snap je, ik begrijp je, ik hoor je. Nu veel meer naar controllers. Veel meer van, dit is wat gaat gebeuren. Dit is wat ik voor je ga doen en dit is wat ik van je nodig heb. Ja. Is dat dan ook, als je dan kijkt, hè, naar het stukje DNA, zie je dat dan terug ook in het bouwen van zo'n team?
Verschillende lagen. Ja, ik heb de conversational designers zitten. Ja, ik heb de projectmanagers. Ja, ik heb de business unit managers, de supervisors en de digital agents en de voice agents. En dat zijn allemaal andere karakters. Dus ik kan niet zeggen, oké, maar dit is mijn profiel. Dat zijn allemaal verschillende profielen. Empathie is en blijft voor mij nog steeds essentieel. Alleen, je gaat meer regie voeren, zoals wij dat inderdaad noemen. Ik heb al eens een slide gebruikt met een dirigent erop. Ja, je gaat veel meer uitleggen aan de klant waar hij moet zijn of waar hij wat kan doen. Omdat voorheen, en nogmaals ga ik even terug naar 20 jaar V&D, dat waren break-fix momenten. Er is iets stuk, dat moet gemaakt worden. Nu kan een klant heel veel zelf, maar je moet heel even weten waar je moet zijn. Dus dat is, en ook opties geven. Ik denk dat, hè, wij hebben voor mobiel verschillende opties. We kunnen bij je thuis opkomen halen of je kan naar een service shop gaan. Ja, je gaat die beide opties voorleggen aan een klant. En dan kan de klant kiezen. Wat komt jou als klant het beste? Ja, je bepaalt wel de keuzes. Toch? Ja, maar welke keuzes wil je nog meer? Nee, je kan ook zeggen van joh, zeg maar hoe je het wil. Om het helemaal te doen. Wij doen redelijk veel klantonderzoek. Dus inderdaad, wij zijn continu bezig om de thermometer in de markt te stoppen. Om te kijken, maar wat willen klanten nu? Hè? Om een voorbeeld te geven. Wij zijn onlangs begonnen in Rotterdam met een pilot met fietscourier. Ja, wij merkten dat het op, bij huis op... halen. Dat mensen zeiden, ja, maar dan staat er zo'n auto voor de deur. Dat vind ik helemaal niet prettig. Want milieu is ook belangrijk. Dus zijn we begonnen met de fietscourier. En dus we zijn wel bezig om elke keer te kijken, oké, past het portfolio nog wel bij wat klanten van ons willen? Ja, dus als mijn Samsung de frame van 65 inch... Ja, gaat die niet met de fietscourier die we nu hebben. Dan zullen we iets met bakfietsen moeten doen. Oké. Hoe krijg je voor elkaar waar jij elke dag je bed voor uitkomt? Dus wat doe jij nou anders... Dan misschien een andere professionals waarvan je denkt, daarmee ben jij succesvol. Een correctie. Ik denk dat ik doe het niet alleen. Dat gezegd hebben, die mag er niet uitgeknipt worden. Maar ik doe dit niet alleen. He, dus zowel onder mij, maar ook zeker boven mij zit hetzelfde DNA erin. He, dus ik heb... Daan van der Meijden ken je. Dat is de service director bij Samsung Benelux. Die heeft ook een intrinsieke motivatie om gewoon goede dingen te doen voor klanten. He, dus dat is een hele goede sparringpartner om mee aan de gang te gaan. Mijn manager, weet je, is echt heel erg bewust bezig. Maar wat draagt dit bij aan de klant? Als het niet bijdraagt aan de klant, dan doen we het niet. Maar ook dat DNA is, we zijn bezig om hier een wedstrijd te winnen, om een race te winnen, om toegevoegde waarde erbij te gooien. We hebben een vice president gehad, die had dat ook. Dat helpt natuurlijk wel in de keten van, ja, maar wacht even, wij willen dit. Jij zegt dan, begin met een kleine test, kou erop en zet het uit, kijk wat er gebeurt. Ja. Maar hou die klant... Daar waren jullie onlangs redelijk succesvol in, want ik keek op een F8-conference, toch wat grootste developers-evenement van Facebook zelf. En daar zat jij midden in een case. Is dat een uit de hand gelopen testje? Nee, bewuste innovatie? Dat is sowieso bewust, want het heeft met je kanaalstrategie te maken, dus die is altijd bewust. Het heeft ermee te maken, misschien moet ik een aantal dingen met elkaar verbinden. Wat ik net zei, het gaat om mensen en leuke dingen met elkaar doen. Als je met heel veel leuke mensen leuke dingen doet, dan komen er heel veel leuke mensen langs die daarbij willen horen. Die willen meedoen met, maar dit is gaaf, dit is leuk. Intern, extern? Alles. Intern, extern. Succes kent vele vaders, maar dat werkt ook enorm, het is een enorme aantrekkingskracht. En zo zijn wij ook in contact gekomen met Facebook. Dus we hebben directe lijnen met Facebook als zij nieuwe dingen doen. Wij ontwikkelen dingen samen met Facebook. He, en ook weer, daar zitten ook weer partners tussen. En dit was gewoon iets wat we al langer doen. Hè. Dus er zitten veel meer dingen bij. Dat is wat het is. Vertel eerst eens wij zaten in het beta-testing programma van Instagram Direct Messaging. Dan moet ik officieel van Facebook zeggen. De Facebook Messenger API voor Instagram. Dat is de officiële term. Ze zijn heel sterk. Maar in leken termen betekent het... Hey, de verbinding tussen Instagram DM en de tooling die je hebt. Hè. Jij zit natuurlijk bij Obi4. Nou, dat is ook een van de mensen die dat nu kan. Onze partner kon dat iets eerder. Dat is een samenwerking die je opbouwt met de bedrijven. Want voorheen was dat een kanaal. Dan wilde iemand een Instagram DM sturen. Ofwel op basis van een advertentie die ze hadden gezien. Of...
een random vraag. En dat werd dan... Via een tablet gedaan. Ja, dus die lag dan ergens op de afdeling en dan werd er af en toe op gekeken. En dit is een leuke, daar ga ik weer in met enthousiasme. Maar dat remt natuurlijk, hè? Want Instagram leent zich enorm, als je het praat over kanaalstrategieën, voor het commerciële benadering. Dus meer, je hebt kanalen die lenen zich goed voor service en je hebt kanalen die lenen zich goed voor commerciële doeleinden. En met Instagram is het dus nu mogelijk om met marketing een super, super gave post te doen. In die post plaats je een mooie geëdite foto met daarin je producten. Vervolgens kun je onder die post kun je dus reageren of met een bot of met een medewerker. Wij beginnen dan met een bot, joh, wat is je vraag precies? Dan ga je een buying guide in en dan kun je al bepaalde dingen voorkouwen. Wil je meer weten, kom je bij een medewerker uit. En die hele journey gaat seamless door Instagram heen en de backend tooling tot aan het afrekenen aan toe. Dus je kan alles met je garantiebewijs in die Instagram API doen. Dus dat wordt eigenlijk een nieuw verkoopkanaal voor je. Dat wordt een winkel met een verkoopmedewerker erin. Namelijk die persoon die in het klantcontact zit. En wij waren daar al wat langer over aan het zeuren. Je ziet dat op Instagram heel veel. Je ziet dat op WhatsApp helemaal niet. Want daar heb je die post natuurlijk niet. En je ziet het op Facebook een beetje. Dus het is een hele mooie mix. Dus oké, maar welke push ga ik doen op welk kanaal? En welke service geef ik op de achtergrond? En wij hebben dat al vaker geroepen. En wij hebben brainstorm/voeten-op-tafel-sessies... met Facebook. Die zijn altijd 's avonds, dus mijn gezin is er niet heel blij mee. Maar die calls die hebben we met de West Coast. En dan hebben we gewoon een uur lang. Oké, maar wat zien we? Wat leren we van elkaar? Wat zien wij in Interaction Analytics gebeuren? We hebben die tooling waardoor we alles analyseren wat er gebeurt. Ja. Zowel digitaal als voice. En dat delen wij. En dan zie je inderdaad dat je hier niet je volle potentie uit Instagram haalt. En dan gaan we prikken. En op een gegeven moment roept Facebook dan tegen je: maar als je het zo goed weet, doe dan maar mee met de pilot. Ja. Omdat ze weten dat we ook echt wel teruggeven. Ja, maar dit werkte niet en dat werkte ook niet. En ik praat er nu heel makkelijk over, maar dat was het natuurlijk niet. Nou, ik zie de ontwikkelingen, zeker vanuit de aanbiedende platform. Hè, in dit geval dan Facebook, die natuurlijk Messenger en WhatsApp vertegenwoordigt. Maar ook in Instagram. Ja. Ja, dat zie ik zeker op technologisch vlak onwijs toenemen. Hè. Ja. Dus de ontwikkelingen die er mogelijk zijn vanuit zakelijk WhatsApp. Ook gevoed door ontwikkelingen binnen de pandemie. Hè? Dus het voorzien van informatie rondom COVID. Ja. Maar ook alle ontwikkelingen op het gebied van conversational commerce. Het totale buying proces kunnen vangen en afhandelen binnen het platform. Dus zij roepen hè, van, joh, kom maar door. Dit wordt de primaire manier waarop wij communiceren. Het wordt zeker een hele waardevolle. Ik durf echt, dat was ook al een vraag. Hè? Denk je dat het primair wordt? Nee, want 20 jaar geleden zeiden we het ook en toen gebeurde het ook niet. Dus ik moet het nu nog zien gebeuren. Maar het wordt wel zeker een hele mooie toevoeging op het landschap wat we hebben. En je kan daar heel veel in automatiseren als het gaat om het makkelijk maken voor de klant. Ja. Dus ja, dat zie ik zeker wel gebeuren. Ik wil nog twee nieuwe, of eigenlijk één nieuwsitem, wilde ik nog even tegen je aanhouden. Ik kreeg vorige week een nieuwsbrief van Facebook, eigenlijk van WhatsApp. Mm-hmm. Wat zij gaan aanbieden is de mogelijkheid om vanuit je organisatie proactieve berichten te sturen naar de mensen die daarvoor openstaan, dus die een opt-in hebben afgegeven. Dus daarmee gaan ze de volgende stap zetten op het gebied van business messaging. Dus ze roepen use cases zoals productaanbevelingen op basis van eerdere aankopen, prijsalerts of reminders voor aflopende contracten. Hoe kijk je, gaat je servicehart een beetje bloeden dan? Of, ik heb niet primair een servicehart. Ik heb wel een servicehart, maar ik snap ook wel dat er andere elementen en krachten belangrijk zijn. Het gaat mij om die klantbeleving. En heel eerlijk, als ik hem omdraai, stel jouw contract loopt af. En we kennen allemaal die grote carriers. En die informeren je net te laat en dan krijg je ineens niet meer het tarief waarvoor je eerst de aanbieding afgesloten. Dus als je mij een appje stuurt en mijn carrier doet dat. Van joh, Ruben, over 3 maanden loopt je contract af en dit zijn mijn aanbiedingen. En dan word ik daar gelukkiger van dan dat ik erachter kom dat ik ineens 2 keer zoveel betaal. Als je mij inderdaad informeert over de dingen waarvan je weet dat mijn behoefte daar ligt. We hebben het allemaal met een Zalando Lounge, een Zalando, een Otrium, een noem maar op. Ja, het is een hele nieuwe winkelervaring geworden. Dus wat mij betreft mogen meer mensen, meer bedrijven dat richting mij als consument doen. Ik zie daar wel vanuit consumentenperspectief heel veel waarde in. Ja, zolang er maar uiteindelijk erop neerkomt dat de klant blij is. Ja, en in control. Als ik kan zeggen, nu ben ik het zat, dan moet ik stoppen ook.
Maar, ja. maar ik denk dat die controle bij de klant moet liggen. En dan is daar niks mis bij. Is er een vraag die je had verwacht, die ik niet heb gesteld? Nee, daar had ik al heel lang over na moeten denken. Zeg. Hoeft niet hoor, als je zegt, joh, helemaal niet dan. Nee. Wat zou jij meegeven aan jouw collega klantcontact professionals? Ik mag gewoon een paar open deuren intrappen, toch, of niet? Als het een te grote deur is, dan ga ik door. Dan ga je doorvragen. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is, en ik denk dat we de luxe nu hebben in de setting waarin ik godzijdank mag werken, is dat je moet zorgen dat er een enorme chemie is met verschillende karaktertjes binnen je eigen team. We hadden net een voorbespreking, daar vertel ik bij dat iedereen in het team waarmee ik werk, zowel bij Samsung zelf als de externe partners, die durft tegen wie dan ook te zeggen, maar nu zit je ernaast. He, dus het kan nooit zo zijn dat ik met mijn vuist op tafel sla en ik zeg, we gaan nu dit doen. Zo weet ik het niet. We worden altijd scherp gehouden door elkaar. Dat is luxe. Ik heb, als je dan naar insights kijkt, ik heb verschillende kleuren om mij heen. Omdat ik weet dat bepaalde kleuren, daar ben ik zelf niet zo goed in, daar heb ik andere mensen voor nodig. En dan moet je een vibe genereren, een cultuur genereren, waardoor je samen durft te falen. Hè? Want je zegt nu dat F8, Refresh, ja, dat was een succesverhaal. Ik heb ook heel veel verhalen die niet gelukt zijn. In Nederland moet die bubbel, in Benelux moet die bubbel veilig zijn. Iedereen mag bij ons een misser maken. Hoe ga je ermee om? Dat is het verschil. En ik denk dat heel veel bedrijven daar nog wel een slag kunnen maken. Ja, normaal gesproken is het 3 strikes, you're out. Ja, maar wacht even, die 4e kon een home run zijn, die 5e en die 6e ook. Want die mensen hebben geleerd van die keren dat ze een strike hadden. Mooi. Ik kan alleen maar respect hebben voor hoe jij het, hoe je het aanvliegt. Ik ga aan op mensen die daar een visie op hebben, een kijk op hebben. Ik ben reuze benieuwd wat de nabije toekomst gaat brengen op dat vlak. En ik denk dat zeker dat dit verhaal een podium verdient. Dus onwijs bedankt voor je openheid, voor je tips. En ik denk dat we hem bij deze hierbij... Oeh, ik vergeet er nog één. Kom erop. Kom erop. Welke vraag heb jij... Voor de volgende. Hebben we een specifiek onderwerp de volgende keer of niet? Hey, customer engagement containerbegrip, hè? Dus alles waarvan jij denkt dat binnen customer engagement zou kunnen vallen. Een hele mooie vraag bedenken, zo uit het blote hoofd. Ik wil hem dan toch op techniek houden, want dat vind ik leuk. Welke tooling die nog niet bestaat, zou uitgevonden moeten worden? Mooi, dan kan ik daarmee aan de haal voor een nieuw business idee. Daarom. Nee, en misschien vertel ik... Ik mis nog wel wat dingen die betrekking hebben op... Oké, hoe gaan we met medewerkerstevredenheid om? En wat kun je doen met back-office systemen? Dus we hebben heel veel systemen ontwikkeld nu om first tier heel goed bezig te zijn. We hebben heel veel rapportagesystemen ontwikkeld, daar heb je ook heel veel dingen voor. Maar ik denk dat het ook wel handig is om connecting the dots. Dat is eigenlijk nog wat ik mis. En als ik nu antwoord geef, vul ik het al veel te veel in. Maar er is nog één systeem wat ik graag gebouwd zou willen zien. Oké, cool. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan elkaar spreken. Cool, dank je. Dat was hem weer voor deze aflevering. Wil je nou meer of nieuwe inzichten? Abonneer je dan op de Customer Engagement Podcast via onder andere YouTube, Apple of Spotify. Tot de volgende keer.